Al vergeten, in de gemeente Nijefurt krijgen Jelwie Vlidenier een brief van de gemeente. Ze maakt het dicht en de keet met Oudbrutsen worden. Het had maar eens dien wezen met het illegaal schenken van drank en met de oerlijst. Kwonketen sluit ik voor de dagelijkse dwarren, ze verdwijnt de Dijkstra keet in Koudum. Ta grut vertriet van de jeugd, want waar moet ze nou hinnen? Ja, inderdaad, waar moeten we nou hinnen? Moeten we de strut op? Is dat wat ze willen? Voor de boel daar wat ik in vervelen? Hang jeugd? In een dorp? Nee, toch. Zo vieren we het met dingen. Een grutpad van de jeugd komt in opstaan, maar toch dreigt het doek te vallen. De gemeente houdt vast aan de sluiting. Maar de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland is dat dus net van doel. Het is van alle tijden. Ik bedoel, op een gegeven moment, de jeugd die zoekt ook een bepaalde plaats waar ze gewoon kunnen samenkomen. En daar is volgens mij helemaal niks mis mee, mits je houdt aan bepaalde regels. En mits je inderdaad niet te veel drank gaat gebruiken. Het moet allemaal wel een klein beetje binnen de perken blijven. De gemeente Zuidwest-Friesland komt nu met nijketenbeleid. Juste, die de Raad van State uitspraak in een zaak die de horeca ontspant hier, tjendriëtte de gemeente Wimbretstradiel. Neffens de horeca wie er oneerlijke concurrentie, omdat de drank verkocht werd zo in de keten. De gemeente maakt van de Raad van State eerst onderzoek naar dwan. Maar dat het geen gevolgen voor het openhouden van de keten. We gaan dus nu inderdaad controleren dat daar geen commerciële drankverkoop plaatsvindt. En, het is een soort huiskameridee. Als je een feestje geeft, dan mag je daar gewoon wel drank voor kopen, maar het is niet commercieel. Dus het gaat meer om van, hey, zit je er een winstoogmerk achter of net? Ja, eigenlijk wel. En het is, de keten die draait volgens mij allemaal zonder winstoogmerk. De keetjeugd is hier gebleed met het standpunt van de nieuwe gemeente. Begeleks bij de keet in Grunterp. Voor het onderzoek dat nou dat dien wordt, ben ze net benauwd, want winst, dat wordt bij haar net maken. Nee, we hebben nou praten iedereen, jouw 10 euro en tot alles weer op is en jouw al je wet 10 euro. En dat is toch altijd de verste ploeg die hier zit. Dus ja, dat pakken we het zwak gewoon aan en dan maken we er net dien winst en dan kunnen we er alles van betalen wat er nodig is.